In de kunstwerkplaats aan de Nicolaas Beetstraat konden kinderen knutselen. Donderdagmorgen gingen ze een blikken doosje vullen. Blauw, hè? De duim staat er blauw, die ik wil. Ik heb een dunne kwast. Ik heb een hele dunne kwast. Hier is een kussentje, die zoek maar af. We hebben vandaag vakantieknutsel, omdat het voorjaarsvakantie is. En de kinderen mogen hier een blikken doosje krijgen ze allemaal. En die mogen ze dan zelf invullen. Dus het doosje, het idee is dat ze het overal mee naartoe kunnen nemen. En dat ze dus iets erin kunnen maken dat ze altijd bij ze zijn. En dan mogen ze zelf invullen. Dus de een die wil want het is nu sneeuw hadden ze het over. Dus ze zijn een sneeuwpop aan het maken. Of een mooi landschap, een mooi bos. Of van alles eigenlijk. Uh-huh. Ja. Ja, en wanneer gebeurt dit eigenlijk altijd? Hebben jullie vaak dit soort workshops? Ja, ik heb in de vakanties altijd vakantieknutsel. Uurtjes, dan kunnen kinderen gewoon lekker knutselen. En verder heb ik een peuteratelier voor de jongste tot en met 4 jaar. Een kinderatelier, dat is van 5 tot en met 12 jaar. Een jongerenatelier van tot en met 18 jaar, zou ik maar zeggen. En dat is voor de kinderen dan. En dan heb ik daarnaast voor volwassenen op dit moment een cursus batik. Ja, dus van alles. Je hebt het druk, hè? Ja, zeker. Ja, dat is wel de bedoeling. En waar vindt dit allemaal plaats? Het vindt allemaal hier in mijn atelier plaats. Ik zit hier bij Kijk en Doe. En het is gesitueerd in de kunstwerkplaats. Dus er zitten heel veel kunstenaars hier. En hier wordt alles gegeven. Ja. En dat is in de Nicolaas Beetstraat, ja, hè? Nicolaas Beetstraat, klopt. Ja. En hier kan je dus van alles eigenlijk doen. Ja. Jullie zijn elke dag geopend? Nee, niet elke dag. Ik heb de tijden staan op mijn website. Voornamelijk woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Een bakje aan het maken. Waar maak je dat bakje van? Van kraaltjes. Verf. Van kraaltjes en verf en klei. Mm-hmm. En wat ga je ermee doen dan? Meenemen. Mm-hmm. Meenemen naar huis. Dan zet ik hem op mijn kamer en dan ga ik op mijn geheime plekje zetten. Ja, jij dan? Ja, hetzelfde. Maken jullie wel vaker mooie dingen? Ja. Schilderijen. Oké. Okay. En wat schilder je dan, Kian? Huizen. Bloemen. Mm. Bloemen. Mm. Hoe oud zijn jullie? 7. Welke school gaan jullie? Bonkelen.